Goedenavond. Het uitspreken van de Nederlandse woorden kost heel veel tijd. Ik geef even een voorbeeld. Polstok hoog springen kost heel veel tijd. Of een ander woord, verjaardagstaart onderzetter. Als je dat niet heel duidelijk zegt, dan verstaat niemand dat. En omdat het zoveel tijd kost, hebben wij gedacht aan de Universiteit van Harderwijk. Wij gaan een nieuwe taal ontwikkelen die sneller is. Een zogenaamde digitaal. Die is ontleend aan hetzelfde principe als de cd. Een cd die ontleedt namelijk de klanken in nullen en enen. En de cd-speler die vertaalt dat weer in klanken. En dat hebben wij dus ook gedaan. En wij noemen deze digitaal digspeak. Wij spreken dus niet meer van A en O en U. Nee, we hebben dus alle taal omgezet in nullen en enen. Ik zal even een kleine demonstratie geven. Let er goed op, daar gaat hij. En daar heb ik dus al een half boek voor gelezen. Het spreken, dat hebben wij behoorlijk goed onder de knie. Alleen een klein probleem is nog steeds het verstaan. Er zijn maar heel weinig mensen in Nederland die zo snel kunnen liplezen dat ze deze digspeak om kunnen zetten in normaal Nederlands. Daarom hebben wij gedacht aan de Universiteit van Harderwijk om maar een klein apparaatje te maken, een laserapparaatje, een zaklaserapparaatje. Maar in de praktijk blijkt dat ook weer een labmiddel. Het beste is gewoon dat iedereen heel snel digspeak leert lezen. En daarvoor hebben wij dus een cursus ontwikkeld aan de Universiteit van Harderwijk. En ik zal nu even het adres geven. En het telefoonnummer. En ik zou zeggen, hebben jullie het nou?